weet u, als het over kunst gaat, met name schilderkunst, worden er vaak zo'n grote woorden gebruikt. Er wordt ernstig gezocht naar betekenissen met diepere laag en verbintenissen worden gelegd. En alles in het perspectief van de kunsthistorie. Prima. Moet kunnen. Maar ik heb mij nooit zo thuis gevoeld in dit kunsthistorisch duiden van schilders, stijlen of bewegingen. Niet alleen dat ik de woorden mooi of lelijk alleen maar tot mijn beschikking heb als het om kunstwerk gaat, maar ik heb een wijze les van een van mijn dierbare leraren, de schilder Melle, mij ooit ter harte genomen. En die zei, kijken doe je met je ogen, zien met je gevoel. Ook wij en mijn vader, kunstschilder en didacticus, was die stelling toegedaan. Sinds ik me kan herinneren, werd ik door hem meegenomen naar tentoonstellingen, naar musea. Eigenlijk vertelde hij nooit iets van tevoren. Wat we te zien zouden krijgen of zo, nooit. Hij zei alleen maar, kijk maar. Alles wat je ziet is goed. Het schilderij is wat jij ervan maakt. En zo heb ik leren kijken met mijn gevoel. En daardoor heeft de schilderkunst mijn ziel verrijkt, heeft me blij gemaakt en me soms euforisch doen zijn over wat ik zag. Daarom is het voor mij zo'n genot om door de drie delen schilderkunst bij lage landen te bladeren. Ik zie ze met mijn gevoel. Bij de vorige presentatie van deze prachtige serie heb ik al mogen vertellen waarom ik zo van deze overzichtsboeken hou. Ze staan vaak vol met mooie details van het wonder dat schilderkunst heeft. Want het is een wonder. Je hebt wat verf, je hebt een kwast, je hebt een doek. En dan kan zich het wonder voltrekken als je tenminste een bezielde schilder bent. Ik zag ooit eens een heel groot doek van Monet, een hang van de MoMA in New York, een van zijn beroemde waterwerkjes. En helemaal rechts onderin, vlakbij zijn handtekening, is een klein onbeschilderd stukje doek. Dat is een klein beetje vergeeld linnen. En eigenlijk bevestigt dat lege stukje doek voor mij het wonder dat een schilderij is. Gewoon wat verf op linnen, maar dan door een tovenaar aangebracht. En ik hoop eigenlijk altijd dat mensen zo naar schilderijen kijken. Zoals ik dat dan. Bijvoorbeeld dat geniale zelfportret wat daar staat. Van Vincent van Gogh, daar op die ezel. Gewoon verf, gewoon doen. Maar een wonder heeft zich daar voltrokken. En als we namelijk met ons gevoel zien, dan kunnen we ontdekken wie hij was, hoe hij zich voelde. En misschien wel waarom hij zichzelf met van die kleine agressieve streepjes zo heeft geportretteerd. Wat een ontdekkingstocht kan dat zijn. En dan die Magritte, daar rechtsonder. En bij Magritte heb ik vaak het gevoel dat het bijna literatuur is, zijn schilderijen. Hij wil mij een verhaal vertellen, maar wat voor verhaal? Kijk, als je nou met je gevoel ziet, dan wordt zo'n groene appel voor zo'n gezicht van die man misschien wat minder vreemd. Misschien is het wel de appel van de boom der kennis. Hij voelde mij niet zich nietig ten opzichte van al die kennis die hij voor zich ziet, je weet het niet. Of misschien was hij op dieet en had hij een fruitdag. Dat doet hij niet toe. Haal eruit wat je kan en kijk met je gevoel. Dat is mijn boodschap. En waarom heb ik nou speciaal over die twee portretten gedaan? Omdat ze direct vervangen gaan worden door twee portretten van Ulay. Prinses Maxima en prinses Mathilde. Eén in de stijl van Van Gogh, prinses Maxima. Eén in de stijl van Magritte, prinses Mathilde. Er moet wel bij worden aangetekend, prinses Mathilde, dat die groene appel niet voor hun gezicht geschilderd is. Het zou buitengewoon onbeleefd zijn, maar hij speelt meer als een oorbel. Je zult het zo zien. Eigenlijk zou ik de afsluiting de wens willen uitspreken aan beiden, dat u ooit door een van onze belangrijke Nederlandse of Belgische schilders geportretteerd mogen worden. En dat als er dan mensen dan naar kijken, nu of over 100 jaar, dat ze dat dan niet alleen met hun ogen doen, maar vooral dat ze zien met hun gevoel. Dan zullen ze zoveel meer zien dan dat ze kijken. En doen ze dat niet, en dan zijn ze, ja vergeef me, zelfs Maxima, als ik u citeer, dan zijn ze een beetje dol. Dank u wel. Dan is nu het woord aan Dr. Anne Saskia de Vries, directeur-uitgever van Amsterdam University.
presentatie van het derde deel van de schilderkunst der Lage Landen, waarmee onze Nederlandse en Vlaamse schilderkunst eindelijk weer in één opzetwerk getoond en toegelicht wordt. Nu nog alleen in onze eigen taal en Italiaanse, hoe noemen we het dan? Maar er zijn vergaande gesprekken met een aantal zeer geïnteresseerde universiteiten in de Verenigde Staten voor de coalitie in het Engels, waarmee onze schitterende schilderkunst ook in het buitenland nog meer aandacht zou kunnen krijgen dan ze nu al krijgt, wat ze ook absoluut waard is. Ik was van plan om te zeggen dat uit het opzichtswerk lijkt hoe trots we wat schilderkunst betreft op ons land kunnen zijn, maar recente politieke ontwikkelingen in Nederland maken dat je die woorden trots op Nederland liever niet meer genoemd bent. Lieve prinsessen, het feit dat u bereid bent om de verschijning van deze schilderkunst met uw gezamenlijke aanwezigheid te vereren, is werkelijk de kroon op ons project. Voor de uitgeverij, maar zeker niet meer voor alle auteurs die er zo hard aan gewerkt hebben en waarvan de meeste hier ook aanwezig zijn. Zoals u nu gaat zien, heeft de achterkleindochter van Marguerite een zeer gelijkend portret van Mathilde, prinses Mathilde, geschilderd. En daarnaast heeft een verre nazaat van Vincent van Gogh voor deze gelegenheid een portret van prinses Maxima gemaakt, bij de volledig in stijl van de illustere voorouders. Vervangen door deze portretten van hun beiden en daarmee het officiële moment van verschijning van het derde deel markeren. Jeroen Calbet heeft de weg hiervoor al vrijgemaakt door de originele schuldingen uit de omslag weg te halen. Dus mag ik u beiden op het podium uitnodigen? Het is de bedoeling, hoort u mij? Ja. Het is de bedoeling, dus we komen daarheen lopen, dat. Dat prinses Maxima het portret van prinses Mathilde op de juiste plek erin schuift en dat u hetzelfde doet met het portret van prinses Maxima. Even de maand.